Anne-Mieke doet dezelfde kunst. En dus wil ik graag iets van haar vertellen over zeg maar, algemene, wat is een stukje algemene martial arts theorie. Van wat is dan, want er zijn een groot verschil wanneer het zelfverdediging is, wanneer je gaat knoffen, wanneer je weg en dat soort dingen. Alleen moet ik zeggen, we komen van martial art en martial, dat staat dus eigenlijk, komt wel uit de wereld van oorlogsvoering. Daar komt het oorspronkelijk allemaal vandaan. Alleen in de afgelopen pak een beetje 100 jaar hebben we gezien dus dat heel veel van die martiale kunsten meer zeg maar, civiele zelfverdediging zijn geworden. En dat is ook hoe je dit moet zien, het is civiele zelfverdediging. Dus het is gewoon van persoon tot persoon. Je bent niet het ene leger en het andere leger. Je bent niet iemand die voor de overheid werkt en dus een taak heeft om op een gegeven moment andere mensen, zal ik maar zeggen, te arresteren of zo. Het gaat om civiele zelfverdediging. En dan krijg je automatisch krijg je te maken met een stukje regelgeving. Tenminste, ik neem, als het niet om mij wil slaan, ja, dan mag ik dat afweren. Dan mag ik wel op de grond werken. Waarom dan zit ik niet op de grond te werken? En ik ga nu op hem inbeuken. In principe ben ik dan verkeerd, volgens de Nederlandse wet. En ik denk dat het in België en heel veel andere Europese landen niet anders is. Misschien dat je dan een persoonlijke keuze maakt om zeg maar, toch door te gaan. Misschien zou ik zelf die keuze ook maken. Daar had ik in het midden. Dat is ook iets belangrijks, zal ik maar zeggen, wat daar je keuze is. Is wel even, je hebt een bepaald kader. Waar we binnen werken. Ik denk dat het belangrijkste is in zelfverdediging, is positie. Ja. En waar we ook mee werken, is wat we noemen veilige afstand. Op het moment dat wij allebei, de armlengte is de afgelopen dagen heel veel in het nieuws geweest, houdt een armlengte afstand. Dit is een veilige afstand. Ja, voor Nico, ik kan hem niet direct raken. Wil ik iets doen, dan moet ik eerst een stap naar hem toe maken en nu kan ik hem. Wel raar. Dus op het moment dat Nico de hele tijd, als ik naar voren kom en hij staat achter hem in die veilige afstand blijft, is hij veilig. Dus waar we dus heel veel mee werken, dat is het principe waarbij je zegt van pak eerst die afstand. Dat geeft je reactietijd. Op het moment dat hij nu besluit mij aan te vallen, heb ik de tijd om te reageren om zij te stappen of om een tegenaanval in te zetten. Op het moment dat je de afstand hier hebt, ja, en hij besluit nu aan te vallen, is mijn reactietijd 9 van de 10 keer gewoon te kort om iets te doen. Hm? Aan de andere kant, je kan het ook verdedigen door zelf eigenlijk zeg maar, het initiatief over te nemen. Op dat moment zit ik dus met een afstand die ik moet overbruggen. Dus dan moet ik weer zorgen, is dat ik heel snel die afstand overbrug om bij hem te komen. Okay? Er zijn hier een aantal mensen die houden zich ook bezig met zwaardkunst, Iaido vooral. Wat daarin heel erg belangrijk is, tenminste, en niet alleen daar, maar ook in gewoon zelfverdediging, is de centerlijn. Dus als je hier, deze lijn hier naar je toe, dat is tevens dat je krachtlijn waar je vanuit gewerkt hebt, die hou je eigenlijk altijd dicht. Die verdedig je. Dan zijn er stijlen die vechten of die manoeuvreren ook heel erg op die centerlijn, dus die zullen altijd proberen door het midden te komen. Onze strategie is veel meer op het moment dat hij naar voren toe aanvalt, dat is door opzij te gaan. Dus je stapt uit de krachtlijn van de tegenstander, maar je probeert wel jouw krachtlijn op hem gericht te houden. En als het eventjes kan, probeer je op het moment dat hij aanvalt om hier naar zijn mooie hoek te manoeuvreren. Nu sta ik achter Nico en is het voor mij heel makkelijk om de controle over. Tweede wat je eigenlijk altijd probeert, is om bij die ander het evenwicht te verstoren. Op het moment dat Nico nog helemaal recht staat en hij staat er even en probeert nu iets met hem te doen, dan wordt het moeilijk. Hij heeft zijn balans nog. Op het moment dat ik weet hem uit balans te brengen, dan wordt het plotseling makkelijk om hem te voeren naar de grond te werken. Of in ieder geval controle over hem te krijgen. Om te weten wat is balans, werk ik vaak met een aantal lijnen. De eerste is eigenlijk de centerlijn, net als daar. Als je een lijn hebt die hier dwars door het midden loopt, dat is een centerlijn. Ja, op het moment dat Nico opzij gaat, wordt zijn evenwicht verstoord. Deze verticale lijn wordt gesneden door een aantal horizontale lijnen die belangrijk zijn. De eerste belangrijke lijn is gewoon de lijn op de grond, je baseline. Op het moment
dat mijn voeten hier recht staan, laat ik eerst zeggen, dat ik eerst een hele smalle basis. Als het Nico een hele smalle basis pakt, betekent dat hij heel weinig balans heeft. Dus zet hij zijn voeten wat wijder uit elkaar, dat betekent toch wel eens dat hij impact aan de zijkant al beter op kan vangen. Dus hij kan beter zijn balans houden. Helemaal als hij zijn knieën nog een beetje buigt en met een hier een behoorlijk stevige balans. Het probleem is nog steeds een beetje deze kant. Hij kan zijn basis, behalve dat hij hem verwijt, opzij, ook naar voren. Dus gaat hij hier staan, nu kan hij ook impact van voor en achter opvangen. Hij kan het nog wijder maken, dus hij nog wijder gaat staan. Eén, dan wordt het nog makkelijker om zeg maar, impact op te vangen. Het probleem is dat hij minder mobiel wordt. Ja? Als ik heel erg wijd ga staan, sta ik wel heel erg stevig, maar het snel bewegen wordt moeilijk. Ja, je ziet bijvoorbeeld in heel veel sporten waarin heel veel geworsteld wordt, mensen weten al, hey, we gaan met elkaar worstelen, is dat ze een hele brede, wijde stand beginnen. Ja? Als ik met Nico een judo-wedstrijd ga doen en Nico gaat heel erg stevig staan, en ik niet, ja, dan word ik heel snel een slachtoffer van Nico, want ik heb geen balans, hij wel. Ja? Terwijl in sporten waarbij je echt niet zoveel contact zoekt, maar meer vanuit afstand, daar houd ik je stand over het algemeen veel smaller, omdat je snel wilt kunnen. Nou, taekwondo kaars niet uit te leggen. In taekwondo, als je die afstand hebt, je gaat niet zo staan en dan kijk je, kan je dus jokchaki doen. Nee, je wilt dan redelijk losstaan, zodat je agile kan bewegen. Wat jij merkt, op het moment dat je op afstand staat, is dat je stand redelijk smal kan houden. Je wil nu, hier wil je nog snel kunnen bewegen, want uiteindelijk in de toekomst wil je snel kunnen bewegen. Op het moment dat het contact gemaakt is, dus eigenlijk hier, nu heb ik stabiliteit nodig. Dus nu kom ik over het algemeen in een diepere stand terecht. Ja? Generaliseren als ik doe. Er zijn overal wel uitzonderingen te bedenken waar het niet zo is. 9 moet hier wel zo. De baseline, volgende lijn, de knielijn. En die zegt, mag ook, op het moment dat ik die knielijn verstoor, ik kom niet zo uit evenwicht. Nog een lijn hoger, vrij belangrijke lijn, is je heuplijn. Ja? Als je heupen, als die verstoord zijn, verstoort dat ook meteen de hele structuur van je lichaam. En je hele balansstructuur gaat kapot. Dus wij werken heel veel met het verstoren van die heuplijn. En daarmee. De heup kan 3 dingen. De heup kan naar voren, naar achteren. Hij kan opzij. En hij kan roteren. Wil ik die heuplijn optimaal verstoren, moet ik dus zorgen dat ik bijvoorbeeld bij Nico de aard gebogen heb, gedraaid en opzij gezet. Nou is de balans vrij goed verstoord. Dus hoe meer je die evenwichtslijnen verstoort, des te makkelijker is om controle te hebben. Nog 1 lijn is de schouderlijn. Nu, aan de schouderlijn hoef je niet per se te kunnen zien of iemand uit balans is. In principe heeft de structuur van zijn lichaam is wel verstoord. Het is een vrij goede indicator. Ja. Ik doe hier zo weer het nou. 9 van de 10 keer zal hij uit evenwicht zijn. Ja. Dus, er zijn een aantal strategieën genoemd. We zagen net al, je kan over de middellijn vechten, naar hem toe komen en dergelijke. Ja. Onze belangrijkste strategie is om te zorgen dat je aan de buitenkant van de aanval kan staan, ja, dan vervolgens de balans verstoort en van daaruit gaan we vaak ook met door terug te slaan of ook met fabrieksklemmen te werken, zorgen dat we die anderen onder controle krijgen. Dus dat stukje, dat is echt waar we ons vandaag heel veel op gaan richten. Iemand komt met een aanval, ja, je zoekt de buitenkant op, je verstoort zijn balans en dan vervolgens ja, kun je de controle pakken. Het ene kan niet zonder het andere. Ja, dus als ik hem op een gegeven moment die controle wil hebben, moet ik eerst zijn balans verstoord hebben. Wil ik zijn balans verstoren, moet ik mezelf in een betere positie hebben gezet.